Keuze in kaart, Centraal Planbureau, groeicijfers, middellange termijnverkenning, financieel-economisch beleid. Het klinkt allemaal een erge ver-van-je-bed-show. Maar de berekening van het Centraal Planbureau is wel ontzettend belangrijk om te zorgen dat de partijen niet alleen maar onzin uitkramen, maar daar echt met echte plannen komen. Om te kijken hoe dit werkt en hoe realistisch het allemaal is, gaan wij in gesprek met de heer Hazekamp, directeur van het Centraal Planbureau. Of als we waarschijnlijk de rest van het interview zeggen, CPB, dat is wel makkelijker. Uh, dat is Abel, ik ben Tim. De heer Hazekamp, hoe gaat het met u? Ja, prima. Het was een drukke tijd uh, en nu uh, wachten we de verkiezingen af. Ja, we zitten hier inderdaad uh, nou ja, twee dagen voor de verkiezingen. Hè, mensen kunnen vandaag al stemmen. Uh, en de CPB rekent de financieel-economische plannen door. Uh, dat lijkt me een enorme klus. En als ik daaraan denk, dan denk ik van: zitten heel veel mensen in een hal met rekenmachines te tikken. Uh, dat gaat waarschijnlijk niet zo, maar hoe gaat het wel? Ja, het is iets meer ontwikkeld dan dat. We ja. doen dit sinds 1986. Dit was de tiende keer dat we die doorrekening doen van die verkiezingsprogramma's. Dus inmiddels is er wel een hele infrastructuur gebouwd waarop dat plaatsvindt. En dat zijn natuurlijk onze modellen, die we ook voor andere dingen, economische ramingen, gebruiken, maar ook bijvoorbeeld een database waar alle maatregelen in komen te staan. En het leuke daarvan is dat hij ook voor een belangrijk deel automatisch teksten genereert. Dus uh, via artificiële intelligentie zou je kunnen zeggen, als je het een beetje mooi wil, uh, wil noemen. Maar uh, er is een hele grote club, club mensen: uh, 50, uh, 60 uh, man die hier fulltime mee bezig zijn. Meer dan fulltime, tot, uh, tot in de avonduren uh, en de weekenden door. Uh, en nou ja, dat resulteert dan in een publicatie van uh, 350 pagina's. Ja, flink boekwerk. Um, is het de eerste keer dat jullie dat, die technologie zo gebruiken? Nee, we hebben dat eerder uh, gedaan. Uh, tweede, tweede keer, bij mijn weten. Ik was er de vorige keer zelf nog niet bij. Ik zit nee. een jaar bij het, uh, het CPB. Uh, maar het wordt wel steeds beter. Hè? Dus uh, we leren elke keer weer wat bij. Hoe doe je dingen het handigst. Ja, okay. Wat wel anders is van de vorige keer, is dat uh, we zitten midden in een pandemie. Hoe is daar rekening mee gehouden tijdens de berekeningen? Ja, dat uh, was wel een beetje zorg uh, van tevoren. gewoon ook... Qua werkwijze, qua proces, uh, normaal zijn er uh, natuurlijk hele grote projectruimtes, een war room waar we samenkomen, waarin uh, heel veel drukte is. Een beetje zo'n beursvloer moet je je voorstellen. Iedereen elkaar uh, probeert te vinden, snel nog wat informatie uitwisselt. En dat ging natuurlijk nu helemaal digitaal. We hebben dit helemaal vanaf huis gedraaid via uh, platforms zoals iedereen die kent uh, tegenwoordig. Uh, en eigenlijk ging dat heel goed. Uh, we waren van tevoren wel een beetje bang, uh, kunnen we elkaar dan snel genoeg uh, vinden, kunnen we die informatieuitwisseling doen. Maar eigenlijk uh, in de praktijk ging het misschien nogal efficiënter dan, uh, dan de vorige keren. Ook omdat het makkelijk is om even een expert erbij te halen, digitaal. Uh, je hoeft niet het hele gebouw door te lopen om te kijken waar zit hij nu. Uh, dus uh, onze ervaringen zijn eigenlijk heel positief. En dat is de vorming van de modellen. Ja. Wat voor impact had corona in het model zelf? Ja, uh, daar hebben we natuurlijk wel ook een en ander over gezegd. Hè. Dus we zitten in een situatie van fundamentele onzekerheid over de pandemie, maar daardoor ook over de economie. Um, maar eigenlijk is dat wat minder relevant dan je zou kunnen denken. Dus die onzekerheid zit vooral in het uitgangsjaar, hè. eigenlijk dit jaar 2021. Hè. Hoe gaat dat uiteindelijk uitpakken? Wij kijken naar de middellange en de lange termijn. He, dus 2025, eigenlijk het eind van de komende kabinetsperiode. En nog veel verder om uh, door te rekenen wat doen maatregelen echt structureel hè, op de lange termijn. Uh, en dan ja, is eigenlijk het effect van die pandemie uh, toch grotendeels weggeëpt. Bovendien gaat het bij ons uiteindelijk om de vergelijking tussen partijen. Dus misschien kan er een verschil zijn hè, afhankelijk van hoe die pandemie doorwerkt. In uh, uiteindelijk ja, waar staat de economie in 2025. Uh, maar dat betekent nog steeds dat de keuzes van partijen langs dezelfde meetlat uh, gelegd worden. Ja, um, wij vroegen ons eigenlijk af wat die doorrekening nou eigenlijk zeggen. Want uh, bepaalde dingen rekenen jullie, rekenen jullie niet door. Andere dingen kunnen of ja, rekenen jullie gewoon niet door. Dat kunnen jullie niet doorrekenen, omdat je daar niet precies hè, het kan kwantificeren. Dus wat zegt het CPB, of wat zeggen die doorrekeningen eigenlijk? Ja, wij rekenen uiteindelijk de economische kant door. Dus we hebben natuurlijk een collega Planbureau, planbureau voor de Leefomgeving die kijkt naar klimaat, milieu, leefomgeving. Maar ook bij die economische geld, kant geldt dat je natuurlijk niet alles exact kan doorrekenen. Bekend bijvoorbeeld onderwijsuitgaven. Daar kunnen we wel de kostenkant van in beeld uh, brengen, maar we kunnen niet zeggen wat doet dat op langere termijn met economische groei. Uh, het vermoeden is dat dat positief is: hè, dat uiteindelijk onderwijsuitgaven belangrijk zijn voor de welvaart in een land. Uh, maar om daar het precieze effecten uh, en ook wanneer die effecten optreden, want we hebben het dan ja, toch uh, over uh, een generatie verder. Om daar exact iets over te zeggen, dat kunnen onze modellen gewoon niet. Dat benoemen we ook altijd. Uh, en uh, nou ja, ik denk dat je ook ziet dat desondanks heel veel partijen... toch kiezen voor investeren in onderwijs... omdat ze dat gewoon inherent belangrijk vinden. Dus je moet het belang van die modellen ook niet verabsoluteren. Maar is het dan dat jullie alleen de dingen doorrekenen die je precies weet... en niet aan natte vingerwerk doet? Of? Nee, wij proberen het inderdaad zo min mogelijk aan, aan natte vingerwerk uh, te doen... En, we baseren ons model natuurlijk op ervaringen uit het verleden. Want je kijkt terug wat heeft de arbeidsmarkt gedaan, hoe is in het verleden gereageerd op bepaalde beleidsmaatregelen. Daardoor probeer je iets te zeggen over hoe het, hoe het verder zou kunnen gaan. Overigens kijk je niet alleen naar Nederland, maar ook naar. Het buitenland, een voorbeeld is het minimumloon. Daar hebben inmiddels heel veel landen de afgelopen jaren ervaring mee opgedaan. Verhoging van het minimumloon, wat doet dat voor werkgelegenheid, maar natuurlijk ook voor de loonvorming verder in de economie. En daar hebben we onze inzichten ook bijgesteld, omdat we gezien hebben dat dat een minder negatief effect heeft, veel minder negatief dan in het verleden werd verondersteld. En nou ja, je ziet dan ook veel partijen kiezen nu voor verhoging van het minimumloon. Ja, dus we kijken terug naar de keuze en kaart. Uh, partijen kunnen zelf kiezen of ze meedoen of niet. Uh, wat wij ook opvallend vonden, dat je een partij kan ook in het project zelf zeggen, weet je wat, dit gaan we niet meer verder mee, we gaan eruit. Is dat wel eens gebeurd? Bij mijn weten niet, maar als het gebeurd zou zijn, dan zouden we er geen mededelingen over doen, want uh, wij zeggen de communicatie met partijen is uh, uh, vertrouwelijk. Hè? Dus partijen mogen inderdaad zelf kiezen of ze meedoen of niet. Wij no nodigen uit, hebben we nodigen alle bestaande partijen in de Tweede Kamer uit, maar um, ja, uiteindelijk is die uh, is meedoen vrijwillig uh, en moeten partijen er ook vanuit kunnen gaan dat uh, in zo'n proces alles wat daar gewisseld wordt uiteindelijk vertrouwelijk uh, blijft. Dus mocht een partij besluiten om er voortijdig tussenuit te stappen, dan zullen ze dat uh, of dan zullen jullie dat van ons niet horen. Maar ze kunnen dus echt zeg maar uh, jullie ingaan op jullie uitnodiging. Uh, jullie gaan aan het werk, jullie rekenen alles door, jullie hebben de resultaten koppelen dat terug en dan zeggen ze, nou, we doen het toch niet. Dat zou kunnen, maar ik zei al, bij mijn weten is dat niet, uh, niet gebeurd uh, in het verleden. Uh, je moet ook natuurlijk niet onderschatten, het is ook wel een forse inspanning. Hè? Dus bij, aan de CPB-kant is een hele grote club mensen hiermee bezig. Maar voor die partijen geldt hetzelfde. Hè? Die willen natuurlijk toch goed beslagen ten ijs uh, komen. Dus het is niet eventjes een, uh, een paar maatregelen die je in een spreadsheet zet. Hè? Daar, daar hoort toch ook vaak een partijstructuur bij die daar over overlegt en uh, uiteindelijk uh, nou, met elkaar uitmaakt... Uh, wat de maatregelen zijn die ze bij het CPB indienen. Hoeveel mensen zijn daar bij politieke partijen mee bezig ongeveer? Ja, dat vind ik lastig te zeggen. Het zal ook heel erg per partij uh, verschillen. Uh, dus, uh, maar ik denk dat, dat veel partijen toch een clubje van, een, van vijf tot tien mensen hebben... die, ja. uh, die echt wel, uh, niet fulltime, maar wel uh, ja. meekijken met uh, die doorrekening. Ja. We hebben een gros van partijen dat wel meedoet, zijn er zijn ook een paar die niet meedoen, uh, volgens de PVV, Forum voor Democratie en Partij voor de Dieren. Uh, wat zijn de redenen of, of dat ze niet meedoen? Ja, nou ja, ik kan alleen maar verwijzen naar wat die partijen daar zelf over, uh, over zeggen. En dan uh, zegt een aantal partijen van ja, uiteindelijk uh, zijn die modellen minder geschikt om uh, ons soort beleid uh, door te rekenen. De Partij van Dieren zegt, ja, wij willen zo'n fundamentele hervorming van de maatschappij. Uh, dat past niet in de modellen. En daar hebben ze eerlijk gezegd ook voor een deel wel gelijk in. Hè. Op het moment dat je echt alles overhoop wil, uh, wil gooien, Ja, nogmaals, onze modellen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Uh, dan, dan ga je inderdaad een beetje de sfeer van het natte vingerwerk in. En dan zullen wij altijd een poging doen om zo goed mogelijk waar we kunnen en daar iets over te zeggen. Uh, maar uh, ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment ook ophoudt. Ja, en dan, uh, we hadden het net over zuster, uh, planbureau, uh, partij voor Le uh, leefomgeving. Er zijn een aantal partijen die wel de rekeningen bij u hebben gepresenteerd om door te rekenen, maar niet bij het andere bureau. Wat die mismatch, wat vindt u daarvan? Of ja, dat is natuurlijk jammer, want het liefst zouden we hebben dat dat helemaal één op één uh, was, waardoor we uh, nou ja, ook echt kunnen vergelijken, wat doen die partijen op... Economie, koopkracht, werkgelegenheid uh, aan de ene kant. En aan de andere kant op klimaat en, en leefomgeving. Uh, maar het is een afweging die die partijen zelf maken. En we, en we rekenen uh, apart door. Dus ze kunnen die afweging ook, uh, ook maken. Uh, het is wel zo dat alle maatregelen die bij ons worden ingediend. die stemmen we wel af met uh, het PBL. om ervoor te zorgen dat we in ieder geval hetzelfde doorrekenen. voor de partijen die aan beide uh, doorrekeningen meedoen. Het ja, is dan geen optie om bijvoorbeeld te zeggen van als je bij ons bent, dan moet je ook bij de anderen meedoen. Nou, dat is, toch nou, dat is misschien plek. iets wat we naar de toekomst toe uh, zouden kunnen uh, overwegen. Maar je komt dan uh, toch wel een beetje in de sfeer van verplichtingen. En, en wij, nou, wij willen vooral faciliterend zijn. Hè? Dus, dat uh, ja, in ja. België is wat anders nu, toch? Want die hebben ondanks een wet aangenomen waar het dan verplicht wordt. Ja, ik heb, ja heb ik begrepen. Ik heb nog niet gezien hoe dat in de praktijk gaat okay. werken. Ik ben daar heel benieuwd uh, naar. Want het is natuurlijk ook niet zo dat je een doorrekening eh, zeg maar, heel makkelijk uit een verkiezingsprogramma haalt. En daar is echt wel een slag voor nodig. En als een partij zegt: van, nou, zoek het maar uit letterlijk, eh, ja, dan wordt het toch lastig voor een planbureau om dingen door te rekenen. Dus je hebt ook echt wel die medewerking nodig van politieke partijen. Maar u zou het niet verplicht willen stellen? Nee, op dit moment zou ik dat niet verplicht willen stellen. En uiteindelijk is het natuurlijk ook aan de politiek zelf om daarvoor uh, voor te ja, kiezen. Ja, ja. Ja. We hadden het over de overeenkomst tussen het Centraal Planbureau, de plan die ze doorrekenen en het plan over de leefomgeving. Uh, maar is er ook een uh, de controle op spreken, tussen wat er in de verkiezingsprogramma's staan, waar ze naar buiten roepen en wat ze geven aan het CPB. Voorbeelden zijn de dividendbelasting, die vier jaar geleden niet door het uh, CPB werd doorgerekend, maar wel ineens doorheen werd geduwd. Of de WW-uitkering nu van het CDA, dat uh, het wel in de doorberekening staat, maar niet wordt op campagne wordt gevoerd. Uh, gebeurt, uh, waar is de controle? Ja, die dividendbelasting stond overigens ook niet in een verkiezingsprogramma. Dus ja. die had je er ook niet uh, op die manier uit kunnen halen. Maar nee, het klopt. Hè. Wij, wij controleren zelf niet of uh, wat partijen bij ons aanleveren, uh, of dat uh, ook op die manier in een verkiezingsprogramma uh, staat. En er zijn in het verleden zelfs wel voorbeelden geweest van uh, dingen die regelrecht in strijd waren met het verkiezingsprogramma. We hebben natuurlijk vaker dat dingen er niet in staan... en dan zou je het nog als iets aanvullends kunnen zien. En uiteindelijk ligt daar de rol voor de interne partijdemocratie... en voor de media. Dus wij, ja. Krijgen we dan niet een heel scheef beeld als hè, politieke partijen... die willen toch een beetje zieltjes winnen... en jullie controleren ze dan een beetje met die berekeningen... maar dan controleren jullie niet of hè, de partijprogramma's hetzelfde zijn... als wat jullie doorrekenen? Nee, wij vinden dat niet onze rol. We wijzen natuurlijk wel altijd de media erop uh, dat daar discrepantie tussen zou kunnen zitten. Wij hebben een hele precieze lijst met alle maatregelen die uh, alle partijen bij ons hebben laten doorrekenen. Ja, en die kan je inderdaad één op één naast die verkiezingsprogramma's uh, leggen. Maar er zit natuurlijk ja, altijd ruimte voor, uh, voor discussie. Hè? Dus in, in veel verkiezingsprogramma's uh, staat. Uh, we omarmen het advies van de commissie Borslab over de arbeidsmarkt. Mm -hmm. uh, maar daar zit zoveel. Beleid en verschillende beleidsmaatregelen onder, uh, ja, dat daar ook niet een eenduidige vertaling uh, van is. Hè? Want de Commissie Borslap heeft ook niet een precieze lijst met uh, de maatregelen zoals wij ze zouden doorrekenen uh, gemaakt. Dus ja, die vrijheid hebben partijen. En dan is het inderdaad uh, nou ja, aan het volwassen po uh, politieke debat in Nederland om daar dan helderheid over te verschaffen. Waarom is het dan niet uw rol? Dat, dat vraag u, u net, wij zien het niet als onze rol. Nou ja, omdat wij niet uh, de partij zijn die, uh, die de politiek uh, moet controleren op dit aspect. Ik bedoel, wij faciliteren hier uh, de politieke partijen. We faciliteren het politieke debat. En we doen dat vanuit onze expertise. En die ligt op het terrein van de economie. Uh, en dat is, ja, uh, anders kom je bijna in een soort juridisch uh, vaarwater terecht, waarin je gaat zeggen, uh, kloppen de kleine lettertjes nou met wat je in, de, in je partijprogramma hebt uh, staan. Ik vind dat niet de rol van een onafhankelijk planbureau okay. om dat op die manier te doen. Publiceren jullie wel de lijst met, met uh, maatregelen die je doorrekenen? Ja. ja, okay. ja. Dus ja. het is wel makkelijk voor journalisten om het te vergelijken? Ja, maar goed, zoals dat voorbeeld met de commissie Borselab aangaf, er kan ja. altijd discussie staan, wat bedoelen ze nou precies? En dan zal de partij zeggen, ja, we bedoelen het zoals we het in de doorrekeningen hebben aangegeven. Ja, um, dan wil ik graag even doorgaan naar het, naar het speelveld. Uh, Gerrit Salm, voormalig CPB-directeur, die zei dat uh, het CPB eigenlijk het speelveld bepaalt waarin politieke partijen hun financieel-economisch beleid bepalen. En um, ja, eigenlijk een soort van kleurplaat waar partijen dan dus he, tussen de lijntjes kunnen kleuren. Um, is het niet heel raar dat een technocratisch instituut als CPB het speelveld van de democratie dan bepaalt? Ja, als dat echt waar zou zijn, dan zou dat raar zijn. Ja. Uh, dus ik ben het ook niet helemaal eens met, met Gerrit Salm. Uh, ik denk wel dat CPB-doorrekeningen een belangrijke invloed hebben. En, uh, dus, er is ook al uitgezocht een groot deel van de maatregelen... die in een regeerakkoord terechtkomt, is eerder doorgerekend door het CPB... en terechtgekomen in nou ja, die vergelijking van de, van de verkiezingsprogramma's... of in andere publicaties. Uh, maar niet exclusief. Hè. Er zijn altijd dingen, uh, nou, dividendbelasting was een voorbeeld, die, uh, uh, die erbij kunnen komen. Uh, en ik denk dat het ook goed is, uh, omdat uh, je anders inderdaad de indruk kan, uh, kan wekken dat het CPB uh, alles zou overzien en uiteindelijk ook bepalen, althans de kaders uh, bepalen. Uh, en er moet ook altijd ruimte zijn voor, uh, voor andere afwegingen. Dus, uh, dus ik denk dat het iets minder uh, zwart-wit ligt dan uh, Gerrit Salm met zijn kleurplaat uh, ja. suggereert. Maar als je het CPB maakt uh, voor Kik bijvoorbeeld een basispad. Hè, hoe, hoe het nou ja, de aankomende jaren eruit gaat zien als er geen nieuw beleid komt. Uh, daarmee heb je toch al heel veel invloed op, op hoe het ongeveer gaat lopen. Ja, kijk, dat de basispad is natuurlijk niet iets wat wij verzinnen. Dat is uiteindelijk de uitkomst van politieke keuzes uit het, uit het verleden. En eigenlijk is er ook nooit zo heel veel discussie over hoe dat de basispad er precies uitziet. Dus voor het grootste deel accepteert iedereen dat dat de consequenties vormt van bestaand beleid. Uh, het is wel zo. Soms zeggen wij, uh, ook al zijn, zijn bepaalde beleidsmaatregelen uh, al geaccordeerd, ja, wij geloven toch niet dat ze op die manier uh, volledig uitgevoerd uh, gaan worden. Dus we hebben in het verleden ook wel eens bepaalde kortingen niet uh, geaccepteerd omdat we in de praktijk zagen dat die steeds werden teruggedraaid uh, als puntje bij paaltje uh, kwam. Dus daar zou je kunnen zeggen, daar nou ja, hebben wij een, een bepaalde sturende rol. Tegelijkertijd, ja, de politiek kan nog steeds uh, uiteindelijk kiezen voor het wel doorvoeren van zo'n maatregel. Dus, uh, het belangrijke toch van, van uh, die basispaden en, en van die doorrekening, ja, is dat je zoveel mogelijk probeert uh, de feiten, uh, de cijfers, te scheiden van waar het politieke debat over zou moeten gaan, namelijk de richting die je kiest. Ja, als we het over het politieke debat hebben en hoe zij beleid maken, um, omdat ze alles door laten rekenen in die modellen en ze een beetje weten hoe die modellen werken ook, denkt u dat er, dat er dan meer keuzes worden gemaakt om ja, goed uit de modellen te komen? Dat de modellen daardoor een soort van leidende rol hebben in plaats van echt. Nou, dat, dat is zeker uh, wel eens gebeurd. Sterker nog, ik denk dat dat uh, regelmatig gebeurt. En, en, maar daar zit ook wel weer grens aan. Hè. Ik noemde net het voorbeeld van die, die onderwijsuitgaven mm -hmm. waar je in onze modellen geen bonus voor krijgt. Uh, toch kiezen alle partijen ervoor om wel te investeren in onderwijs. Gewoon omdat ze dat intrinsiek belangrijk vinden. En zo zijn er heel veel meer uh, voorbeelden. Tegelijkertijd kan het inderdaad zo zijn hè, dat een partij zegt: Nou, ik wil toch graag net. Een plusje bij de koopkracht voor de onderste 20%. Uh, en, en daar wordt dan net een uh, maatregel op uh, gericht. En je kan discussiëren over uh, ja, of dat wenselijk is. Uh, het is iets wat, uh, wat gebeurt, overigens niet alleen bij die doorrekening, maar ook in de, be de beleidspraktijk. Uh, wij proberen zelf altijd als Centraal Planbureau die koopkrachtplaatjes te relativeren. Het is een, een heel statisch beeld en het zegt niks over. Wat wij hier aan tafel zelf ervaren in, in onze koopkracht. Um, maar je ziet dat politieke partijen er wel belang aan hechten. en dus proberen daar, daar goed uit te komen. Maar wat voor factor heeft de, 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 de middellange termijnverkenning van 4,5 jaar? Dat bijvoorbeeld zeggen we: oké, okay, voor de komende vier jaar belasting omlaag... en over 5 jaar omhoog. Van hoe vast staat die deadline? Dat ze daarmee aan het uh, draaien zijn. Ja, dat proberen we wel te voorkomen. Wij zeggen altijd in principe rekenen we geen uh, tijdelijk beleid door. Dus uh, hè, er is natuurlijk ook nu wel discussie van bijvoorbeeld: moet je in het kader van de coronacrisis nog met tijdelijke beleidsmaatregelen uh, komen? Uh, een solidariteitsheffing of juist een, een extra fonds om de economie weer aan uh, te jagen. Daarvan zeggen we nee, het gaat ons om de structurele vergelijking. Uh, hè, dus wat doen. Plannen op de, op de middellange en lange termijn. En dan kan het niet zo zijn uh, dat je een beleidsmaatregel alleen doorlaat lopen tot het laatste jaar van de kabinetsperiode en dan weer terugdraait. Uh, kijk, met corona kunnen natuurlijk best goede redenen zijn om iets tijdelijks te doen. Het staat een toekomstig kabinet ook volledig vrij om dat te doen. Maar het heeft dan niet zo heel veel zin om dat in die vergelijking tussen partijen uh, op te nemen. Dat doen we dan ook niet. Oké, okay. u had het net over die 1-2 procent een beetje, hè? of de laagste. Uh onderste 20% van de bevolking, dat die dan net iets erop vooruit gaan in, in koopkracht. Uh, dat, zien, dat horen we wel vaker. We horen vaak zeggen van politie, bij ons gaat iedere bevolkingsgroep gaat erop vooruit. Uh, en dan zeggen we, nou, bij ons wat meer. Uh, tegelijkertijd hoor je in de media dan ook van mensen zeggen van, ja, ik voel die 1% niet. Is die 1% dan niet totaal fictief? Nou, niet totaal fictief, hè, want uh, die is gebaseerd op een uh, heel groot bestand van, uh, van huishoudens, hè, waarin we echt wel vrij uh, microdata, waarin we echt wel vrij precies kijken um, wat, hè, wat doen beleidsmaatregelen met uh, het bestedingspotentieel, de koopkracht van die huishoudens. Uh, en tegelijkertijd uh, is, uh, ga je altijd uit van, van gemiddelde of medianen, hè, dus het midden van de verdeling. Uh, en en uh, ja, niemand is de mediaan. Dus uh, in de praktijk, uh, ja, als je je baan verliest. Uh, als je gaat scheiden of juist gaat samenwonen. dan heeft dat veel meer invloed op uh, je koopkracht. dan al die, uh, die beleidsmaatregelen. Dus je moet altijd uh, precies kijken naar je eigen huishoudssituatie. als je zou willen weten. Uh, wat betekent het uh, voor jou? En tegelijkertijd, uh, Nederland heeft toch een van de meest uh, ja, gelijke inkomensverdelingen ter wereld. Uh, en dat is ook niet helemaal los te zien van dat jaarlijkse koopkrachtcircuit. Hè. Dus juist het feit dat we toch steeds nadenken over waar zitten kwetsbare groepen en kunnen we die niet uh, compenseren, leidt ertoe dat je toch uh, hè, de secundaire inkomensverdeling, dus, dus met de herverdeling vanuit belastingen en premies erbij, dat je die in Nederland redelijk gelijk houdt. Dus het heeft ook wel een functie. Dus als ik u goed uh, versta dan uh, op korte termijn kan het niet zo heel veel uitmaken en eigenlijk wat er binnen huis gebeurt is belangrijker. Maar op lange termijn, hè, als je iedere keer die check hebt, ieder jaar, ja. dan... ...houdt zich redelijk in stand, zeg maar. Ja, het zegt iets over wat het beleid uh, kan doen om, uh, om die inkomensverdeling uh, gelijk te houden. En in Nederland uh, gebeurt dat dus ook tot op uh, nou, een belangrijke hoogte. Ja. We hadden het over de huishoudtypes. Uh, we hebben ook door het... Uh, we hebben niet alle 400 pagina's gelezen, maar we hebben er redelijk goed doorheen gebladerd. Maar bij de huishoudtypes zagen we geen apart huishouden uh, type van een student. Waarom eigenlijk niet? Nou ja, dat, dat kan natuurlijk, in zekere zin kan iedereen dat voor zichzelf uh, construeren, maar de student bestaat, hè, net ja. zoals de gemiddelde koopkracht uh, niet bestaat, bestaat de gemiddelde student ook niet. Hè. Dan zal je toch moeten gaan kijken uh, in wat voor soort woning uh, woont hij, in welke stad. Uh, hè. Dus, het, uh, dus uiteindelijk uh, het leefpatroon, hè, of iemand rookt of niet, maakt ook nog wel wat uit voor je koopkrachtontwikkeling. Dat telt toch uh, voor elke groep? Ja, dat klopt. En, en dus uiteindelijk uh, zijn alle groepen ook, ook gemiddelde. Uh, en ik denk niet dat we er heel erg veel mee opschieten door uh, steeds verder te gaan detailleren. Hè. Dan, dan zegt het eigenlijk uh, nog minder. Dus ik denk dat het uh, met de huidige mate van detaillering... kunnen we dus iets zeggen over komen we hè, de lagere inkomensgroepen tegemoet... komen we uitkeringsgerechtigen die... Ook veel afhankelijker zijn van de overheid van hun koopkracht dan, dan werkende uh, tegemoet. Gepensioneerden is natuurlijk altijd een bijzondere groep, ook omdat die ja, niet zoveel mogelijkheid meer hebben om zelf uh, bij te verdienen, over het algemeen. Uh, dus dat zijn ook groepen waar je extra goed naar, uh, naar moet kijken. En, en studenten zijn denk ik zo'n heterogene uh, groep. Uh, die ook nog nou ja, een, een heel leven vol koopkracht voor zich heeft, als het goed is, uh, dat je. Uh, nou ja, ik, ik zou niet zoveel zien in, in verdere detaillering van die koopplaatjes. Studenten zijn ook juist de groep die eigenlijk heel afhankelijk zijn van overheidsmaatregelen. Met bijvoorbeeld studiefinanciering, uh, die dan geen basisbeurs is, maar een lening nu. Ja. Uh, ook zorgtoeslag, huurtoeslag uh, in veel gevallen. Uh, hè, dus de fiscale maatregelen die de overheid neemt, die hebben eigenlijk heel veel effect op het, nou ja, de koopkracht uh, van, van studenten. Ja, nee, dat klopt. Hè. Alleen, ik denk dat het verschil is: je bent niet uh, in principe niet je hele leven student. Hè. Dat duurt uh, nou, vier tot zes jaar, geloof ik, nog steeds uh, tegenwoordig. Uh, dus uh, en daarna uh, en tijdens die periode verdien je ook bij, of in ieder geval heb je die mogelijkheid. Uh, uh, en dat is toch anders dan bijvoorbeeld bij uh, nou ja, een gepensioneerde, die, die in principe ervan uit kan gaan dat hij na zijn pensionering ja, grotendeels het, uh, hetzelfde inkomen houdt en, en dus eigenlijk volledig afhankelijk is van de overheid voor die, uh, die koopkrachtontwikkeling. Maar goed, het staat nogmaals: iedereen vrij om wel naar die koopkracht voor studenten te kijken. alleen... Vanuit het Cb zeggen we ja, we moeten ook ergens een grens trekken aan uh, het aantal verschillende groepen die we presenteren en ook omdat de schijnprecisie dan ook steeds meer schijn wordt eigenlijk. Zouden jullie dan niet een, een rapport moeten publiceren over alleen studenten waarin je wel af en toe één keer in de zoveel jaar ja. kijkt hoe staat het met de, met de studenten? Nou, dat is zeker normaal en zeker nog wij, wij kijken natuurlijk ook af en toe wel naar effecten van van beleidsmaatregelen op bepaalde groepen. Dus we hebben ook gekeken naar de effecten van het leenstelsel, niet zozeer naar koopkracht, maar wel op de participatie in het hoger onderwijs. Dus er zijn uh, natuurlijk, we doen niet alleen die doorrekeningen en we doen niet alleen de economische ramingen. We doen heel veel analytisch onderzoek, waarin we inderdaad juist proberen iets te zeggen over ja, wat, wat betekent beleid voor de maatschappij en, en voor bepaalde groepen? En, en welke overwegingen kan je daarbij hebben? Ja. Nou, u moet kijken welke overwegingen erbij moet maken. Maar politieke partijen die hun plannen bij u door laten rekenen... moeten ook kijken wat voor overwegingen ze maken als ze het belangrijk vinden. Nou, dat is een economisch trilemma voor staatsfinanciën. Je moet, kan of kiezen voor staatsfinanciën, dus een gelimiteerde staatsschuld... meer gelijkheid of meer economische groei. Klopt dat, dat trilemma? Even een check. Ja, nee, dat we, ook bij die, we presenteren die lange termijn uh, indicatoren. En daar zie je inderdaad eigenlijk die drie elementen in, in terugkomen. We hebben dan als lange termijn uh, indicator voor de economie we structurele werkgelegenheid. We hebben lasten, financiële lasten voor toekomstige generaties die iets zeggen over inderdaad de overheidsfinanciën. Uh, en we hebben de Gini coëfficiënt gelijkheidsindicator, die iets zegt over gelijkheid en ongelijkheid. En waar kiezen de meeste partijen nu voor? Nou, als je nu kijkt zie je wel een opvallende trendbreuk. In het verleden werd er heel erg uh, gefocust op die werkgelegenheidsindicator. Uh, nu is er uh, maar één politieke partij, de VVD, die echt uh, een, een toename laat zien van die indicator op, uh, op lange termijn. Uh, veel partijen, niet allemaal, maar veel partijen verschuiven lasten naar, uh, naar toekomstige generaties. Maar ook veel partijen. Uh, vergroten de gelijkheid... Of, of gaan de ongelijkheid tegen. Een beetje hoe je het uh, wil ja. zien. Welke partijen, doen, veel partijen schuiven het door... naar de toekomstige generaties? Welke partijen doen het dan juist goed en niet qua clusters? Nou ja, ik, ik blijf altijd weg van termen... als, als goed of niet goed. Hè? Want uh, het is een politieke keuze om dat te doen. En ik heb ook bij mijn presentatie gezegd... ja, dit zijn de financiële lasten... maar er kunnen andere dingen tegenover staan. Hè? Dus toekomstige generaties... Profiteren ook van het uh, tegengaan van klimaatverandering. Profiteren ook van investeringen in onderwijs of uh, infrastructuur, uh, andere publieke voorzieningen. Uh, dus dat moet je altijd tegen elkaar uh, afwegen. Uh, maar vrij breed zie je dat, uh, dat politieke partijen uh, de lasten voor, uh, financiële lasten naar toekomstige generaties uh, verschuiven. Uh, en dat er eigenlijk niemand is die uh, wat dan heet het houdbaarheidstekort, hè, waar we waar we mee beginnen, uh, volledig opheft. Wat, wat voor gevolgen gaat dat hebben voor ons? Ja, dus nogmaals, dat is een beetje hoe je er tegenaan kijkt. Hè. Dus als je ervan uitgaat dat de rente laag blijft, uh, en, en we hebben een projectie, projectie voor de staatsschuld gemaakt vanuit die huidige lage rente. Dan valt dat allemaal wel mee. Hè? Dus dan zie je dat de politieke partijen uh, uitkomen op een schuldquote in 2060. Hè? Dat is nog een heel eind weg. Uh, zo, uh, nou ja, veel partijen zitten rond de 60 procent, een aantal zit er wat, uh, wat boven. Ja, dat zijn op zich waarden die prima te dragen zijn voor toekomstige generaties. En nogmaals, je hoopt ook dat je er wat voor terugkrijgt. Je hoopt dan dat het milieu er beter voor staat dan nu. En dat we een goede infrastructuur en een goed opgeleide beroepsvolking hebben. Dus zolang het verdienvermogen van die economie ook toeneemt en brede welvaart toeneemt, hoef je je ook niet zo'n zorgen te maken over die staatsschuld tenzij de rente uh, omhoog gaat, hè, die rente is natuurlijk nu heel erg laag... Ja, dan uh, zie je natuurlijk wel dat, uh, dat je kwetsbaar wordt... Hè, dat, uh, dat de rentebetalingen dan ook gaan toenemen... en dat die ja, productieve uitgaven op de begroting gaan, uh, gaan verdringen. Dat gebeurt op dit moment nog niet... maar dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. Hè. Dus er zit ook wel een grens aan die Als je een dus schatting moet geven, wat, uh, is het een hele reële uh, kans dat het gaat voor de rente omhoog gaat? Dat is natuurlijk een heel groot... Ja, town. dat is natuurlijk... Uh, kijk, uh, ik zou heel veel geld kunnen verdienen als ik, te, als ik dat echt precies kon, uh, kon zeggen. Um, op dit moment zie je natuurlijk al wel wat, uh, wat opwaartse druk op die rente. Hè. Die is heel lang laag uh, gebleven, langer dan de meeste mensen voor mogelijk uh, hadden gehouden. Um, maar op dit moment in de Verenigde Staten, ook onder invloed van het stimuleringsbeleid, uh, zie je nu dat die rente uh, en overigens ook de inflatie uh, wat lijken te gaan stijgen. Of dat blijft... Moeten we gaan zien. Het is meer zo, ja, je moet daar wel een soort risicoanalyse rekening mee houden. Hè? Van oké, okay, we kunnen het nu makkelijk betalen, laten we eerlijk zijn. Maar kunnen we straks nog steeds die rentebetalingen makkelijk betalen als die rente dubbele is van wat het nu is? Dat is uh, de vraag die je dan jezelf moet stellen. Ja, het lijkt me inderdaad dat als de rente heel erg groeit of de, de economische groei die, die, die neemt af, dan zit je opeens met een hele berg schulden die dan heel moeilijk terug te betalen zijn. Ja, uh, dat klopt. Hè. Dus dat, dat is een scenario. Dan nou, is het natuurlijk altijd een beetje, je moet Nederland dan niet uh, als een eiland zien, maar ook vergelijken met, uh, met andere landen. En dan zie je dat wij natuurlijk binnen Europa, maar ook uh, breed internationaal gezien, uh, nog steeds een lage schuldquote hebben. Dus zelfs al gaan we naar, noem maar iets, de 80%, uh, waar we nu nog een heel eind van af zitten, 80% BPP schuld Um, ja, dan zitten we internationaal gezien nog onder het gemiddelde. De Verenigde Staten zitten geloof ik op 130 procent uh, BWP, Japan uh, 220, uh, en, en binnen Europa is het uh, gemiddelde 100 procent. Uh, dus uh, laat ik het zo zeggen: wij zijn niet het eerste land wat in de problemen gaat komen maar als die rente in, gaat stijgen. Je hebt hier in Nederland wel Wet Hof, toch? Houdt en je hebt in Europa de EMU uh, ja. eisen, die zit op 60 procent. Ja. Als we daar allemaal op 80% zit, dan zitten we daar flink overheen. Ja, daar zitten we flink overheen. En dat is ook wel een probleem, eh, omdat de geloofwaardigheid van die regels natuurlijk inmiddels wel eh, in, in twijfel wordt, eh, wordt getrokken. Hè. Dus officieel zou iedereen terug moeten naar een staatsschuld van 60%. Nou ja, als de helft eh, op, op waarde zit, duidelijk boven de 100%, eh, ja, dan kan iedereen zien aankomen dat dat eh, 20 jaar of langer gaat duren voordat je weer, weer terug bent. Nogmaals, dat is niet zo erg uh, zolang die rente uh, laag blijft. En die 60% is ook maar geprikt. Hè. Daar zit geen economie... Dat is natte vingerwerk. Dat is natte vingerwerk. Okay. Daar zit geen uh, economische berekening achter. Uh, maar het is een afspraak die je met elkaar hebt, uh, hebt gemaakt. En een keerzijde daarvan is: het kan natuurlijk ook niet zo zijn dat er geen grens is. Hè. Je zal op een gegeven moment uh, toch ook die staatsschuld binnen Europa, maar ook binnen Nederland, binnen de perken moeten houden. Ik dacht er waar komt die, als het natte vingerwerk is en, en de, het is een afspraak, een soort van gentleman's agreement of zo. Uh, nee, waar... het is echt een wettelijke afspraak. Ja, daarna ja, nou is, is het, in, ja. is het ja, ja, ja. Maar he, waar komt dan die 60% of, of 80% of 100% vandaan? Waar is het op gebaseerd? Ja, kijk, het verhaal gaat een beetje dat die 60% toen uh, ongeveer het midden was van, uh, van waar de Europese landen op dat moment uh, zaten. Ten tijde van het verdrag van, uh, van Maastricht. Uh, ook iets waarvan men dacht, nou ja, dat, dat moet ook haalbaar zijn uh, voor iedereen. En werd gecombineerd met dat 3% tekortcriterium. Uh, Daar kon je ook nog een soort verband tussen leggen. Tussen die twee zal ik je besparen, die, die berekening. Uh, maar uh, nou ja, dat was ook een soort momentopname. En uh, nou ja, de economische literatuur heeft natuurlijk ook wel gekeken van... Ja, wanneer uh, worden schulden problematisch? Nou, dan kom je over het algemeen pas... Uh, bij een range tussen de 80 en de 100% in de problemen. En dat onderzoek is uit een tijd dat de rente nog wel een stuk hoger was dan nu. Dus, dus inmiddels zou je kunnen zeggen: Ja, misschien kan het ook nog wel hoger. Tegelijkertijd, ja, je hebt altijd het risico dat die rente omhoog gaat. ja Heeft u kinderen? Ja. Ja? Ook van onze leeftijd? 17. 17. Oké, okay, ze ja. dus gaan bijna studeren. Ja. Maakt u ja. zich, wat, 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 wat heeft u daarmee over van hè, uh, misschien in de toekomst financiële lasten? Jullie gaan het niet zo goed nou, hebben als heb, dat wij mee, het hebben. mij nog niet echt lastig gevallen. Okay. Nee, ik denk uh, eigenlijk dat de zorgen toch meer zitten op uh, de wereld die we... en uh, niet zozeer de, de schuld die we de kinderen uh, nalaten. Dus nogmaals, je moet niet alleen naar die schuld en uh, de financiële lasten kijken... maar ook naar uh, klimaat, uh, naar uh, de kwaliteit van het onderwijs uh, enzovoort, enzovoort. En uh, nou, ik denk dat daar ook nog echt wel slagen te maken zijn, ook in Nederland. Dat zijn net twee beleidsterreinen waar u de doorrekeningen niet voor doet... Uh, is, er, is er een punt waar u niet denkt van nou, dit, dit maak ik me zorgen over, komt allemaal goed? Dat u dat tegen uw kinderen zegt van uh, wat u zelf ziet in uw werk? Ja, nou, ik ben sowieso altijd optimistisch. En ik vind eigenlijk ook, nou, het is wel een soort morele plicht ook om optimistisch te zijn. Want anders kan je beter gelijk het beltje erbij neergooien. Dus, dus ja, de toekomst geven we, geven we samen uh, vorm. En, uh, ik ben niet iemand die zegt van uh, ja, het is, is hopeloos, de wereld die we aan, aan toekomstige generaties nalaten is uh, slechter dan, uh, dan wat wij hebben uh, aangetroffen. Ik denk op een aantal punten is er ook ontzettend veel mogelijk. Uh, en, en is er, oh, hè, ondanks het feit hè, dat er vaak gewezen wordt op het feit dat we de uh, afgelopen twintig jaar weinig aan uh, koopkracht hebben gewonnen als uh, nou ja, gemiddelde huishoudens. Uh, ja, er zijn altijd weer nieuwe mogelijkheden. Dus als je kijkt wat, wat die digitale infrastructuur nu, uh, nu mogelijk maakt, toegang tot, uh, tot kennis en informatie, uh, en dat, is, dat is ook fantastisch. Uh, maar er is wel werk aan de winkel, uh, denk ik. Laten we het over werk hebben. Ja, een ja. 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 <laughs> <laughs> um, ja, nou burgertje. Ja, werk inderdaad, precies. Um, studenten gaan straks. De jaren de, de arbeidsmarkt op. Um, nu, het afgelopen jaar ook. Het is ontzettend lastig nu, vooral met corona. Um, als we kijken naar werk en, en de doorrekeningen. Welke partijen zitten daar nou? Nou ja, ik wou niet goed en slecht zeggen. Maar wat beter en wat, 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 wat minder goed? Nou ja, wat opvalt is dat partijen eigenlijk voor hele verschillende vormen van werk uh, kiezen. Dus iedereen. Uh... Verlaagde werkloosheid in de komende kabinetsperiode. Als je onze berekeningen als uitgangspunt uh, neemt. En ook best wel fors. Uh, alleen de manier waarop dat gebeurt uh, verschilt enorm. Hè. Dus Sommige partijen kiezen echt voor werkgelegenheid in de publieke sector. Dus meer banen in de zorg, in uh, het onderwijs, uh, veiligheid. Uh, andere partijen kiezen ervoor om juist private werkgelegenheid uh, aan, te, aan te jagen. Hè. Bijvoorbeeld door lastenverlichting uh, gericht op werkenden. Uh, waardoor het ook voor uh, bedrijven aantrekkelijker wordt om, uh, om nieuwe mensen uh, aan te nemen. Maar wat wel opvalt dus is dat op, op de middellange termijn in de komende kabinetsperiode iedereen uh, de werkgelegenheid uh, aanjaagt. Als je naar de langere termijn kijkt, is dat beeld uh, veel diverser. Ik heb er net al iets over gezegd. Dan is er uh, alleen de VVD vergroot dan die langetermijn termijn uh, structurele werkgelegenheid. Uh, en bij een aantal partijen wordt dat echt uh, minder. Uh, maar die partijen kiezen dan over het algemeen, daar zit ook echt een afruil tussen, uh, kiezen voor, uh, voor minder ongelijkheid. Hè? Dus die, die kiezen dan voor aanpak van, van ongelijkheid. Ja, en dat is natuurlijk het bekende dilemma, een trilemma heb jij het net uh, terecht genoemd. Uh, ja, je, je kan werken aantrekkelijker maken, maar dan vergroot je vaak ook de ongelijkheid. Uh, dus, uh, dus die afruil zit er. En uh, wat nu opvalt is dat uh, toch de meeste partijen kiezen voor aanpak ongelijkheid. Um, als je kijkt naar, naar werkgelegenheid, dan hebben mensen het ook vaak over um, werkloosheid. Maar dat is niet de andere kant van de medaille, toch? Nee, dat is niet één op één. Natuurlijk is het wel zo dat uh, als, je, als je banen creëert, dan is dat uh, over het algemeen, daalt dan de, werklo de werkloosheid. Um, maar uh, wat daartussen zit, is het arbeidsaanbod. En, uh, dus het kan ook zijn dat je uh, door bijvoorbeeld uh, te ontmoedigen dat mensen zich op de arbeidsmarkt uh, melden, uh, dat daardoor ook de werkloosheid uh, afneemt. En dat is eigenlijk een beetje wat het afgelopen jaar hebt uh, gezien. De werkloosheid is, uh, is uh, wel gestegen, maar is eigenlijk alweer aan het, uh, aan het dalen. Wat vreemd is, hè, want we zitten nog midden in, uh, in de crisis. En dat komt toch omdat veel mensen, waaronder ongetwijfeld ook veel studenten, ...ja, zich even niet melden als werkzoekende... ...dan dat het toch geen zin heeft op, de, op dit moment. En uh, nou, dat, dat fenomeen uh, zie je ook wel terug bij die doorrekening van verkiezingsprogramma's. Sommige partijen verhogen fors uh, bijvoorbeeld de uitkeringen. Ja, dat betekent toch dat, dat sommige mensen uh, minder geneigd zullen zijn om te gaan werken. Ja, en dat is... Uh, binnen, ...binnen die partijen die nu zeg maar de werklo werkloosheid zeg maar, verlagen... Waar zitten daar dan de verschillen in, zeg maar? Nou, wat, wat ik net al zei, dus, uh, er zijn sowieso vrij grote verschillen ook in de mate waarin dat, uh, dat gebeurt. Hè. Dus, dus ik heb niet de precieze getallen hier voor me liggen, maar uh, wij gaan in ons basispad uit van de werkloosheid van, van 4,5%. Nou, sommigen komen daar op of daar net onder uh, terecht. Uh, maar al bij andere partijen uh, daalt die werkloosheid echt met een vol procentpunt... wat, wat heel veel is, uitsluitend als gevolg van, van economische beleidskeuzes. Uh, um, en bij de ene partij zijn dat dan uh, banen in de zorg. Er zijn ook partijen die zetten uh, in op, uh, op vormen van beschermd werken. Dus uh, ja, een beetje de oude melkertbanen, uh, zeg maar. Ja, ja. Um, en andere partijen kiezen juist voor uh, nou ja, bijvoorbeeld lastenverlichting... inderdaad voor werkenden, waardoor... Ja, ook in het bedrijfsleven uh, er veel meer uh, banen komen. Maar uh, wel opvallend, alle partijen vergroten die werkgelegenheid in de publieke sector. Ja. Hè? Dus de, de zorg, uh, onderwijs, uh, andere delen van de publieke sector. Alle partijen zie je daar de, de werkgelegenheid toenemen. Ja, Een onderwerp wat bij ons ook weer aan tafel kwam als we met lijsttrekkers zaten te praten, was flexwerken de hele tijd. En dan hadden we de, 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 de rechtse partijen zeggen, ja, maar als je flexwerken weer te ver hebt. Te, be, uh, te moeilijk maakt, gaat de werkgelegenheid helemaal omlaag. En dan zeggen de linkere, linkse partijen weer, zeggen, nee, dat is helemaal niet zo heel heftig. Hoe zijn de berekeningen bij u er doorheen gegaan met uh, omtrent flexwerken? Ja, dat is een goede vraag. En flexwerken is ook iets waar, om gewoon eerlijk te zijn, waar onze modellen best wel enige moeite mee hebben. Dus uh, ik, ik denk dat je best kan zeggen, gewoon op basis van hoe Nederland zich vergelijkt met, met andere landen, dat het flexwerken hier enigszins is doorgeschoten. We hebben een arbeidsmarkt die eigenlijk gewoon tweedeling kent. Dus de grootste groep mensen, mensen met een vast contract, is goed beschermd. En daar lopen werkgevers ook wel tegen relatief hoge lasten aan. En een ander deel is veel minder goed beschermd. En je ziet dus ook in een crisis als deze dat dat ook de mensen zijn die als eerste hun, hun baan verliezen. Een uh, bijzondere positie voor zelfstandigen, waar je eigenlijk ook weer twee soorten uh, van hebt. De, de kwetsbaren die uh, nou ja, een, een laag inkomen hebben, moeilijk rond kunnen komen en nu ook in deze crisis zwaar getroffen zijn. Maar goed, je hebt natuurlijk ook groepen zelfstandigen, hè, de, de consultants en, en de medisch specialisten die, uh, die het prima voor elkaar uh, hebben. Dus die tweedeling die, uh, die is er. En ik denk eigenlijk dat iedereen het erover eens is, je zou die twee kanten van die arbeidsmarkt dichter bij elkaar moeten brengen. Je zou flexwerken toch wat minder aantrekkelijk moeten maken vanuit werkgeversperspectief. En vaste contracten ook weer vanuit werkgeversperspectief wat aantrekkelijker en met wat minder lasten opzadelen. Alleen hoe je dat precies doet, ja, daar gaan dan de keuzes van partijen uiteenlopen. Ja. Um, ik wil eigenlijk even terug, want in het begin hadden we het erover uh, de inkomensongelijkheid. En nu zei dat die in Nederland best wel laag is. Ja. Uh, relatief met andere landen. Maar de vermogensongelijkheid die is in Nederland ontzettend groot. Ja. Uh, volgens mij nummer twee, als ik het goed heb in de wereld. Uh, twee of drie? Top drie, heb, Top ik, drie, heb, drie. Ik, heb Top ik gezien. Drie. Dus best nou, is dan ja, nummer drie. Dat is, maar... dat is best wel. ja, <laughs> ja. oké okay, ja. ja. um, Dat is best wel heftig. Ja, er moet wel bij worden gezegd hè, dat het beeld enigszins vertekend is vanwege de pensioenen. Hè. Dus in heel veel landen uh, moeten mensen zelf sparen voor hun, uh, hun pensioen. Uh, en in Nederland is dat uh, nou ja, goed geregeld over het algemeen. Uh, waardoor nou ja, als je die pensioenaanspraken uh, zou meerekenen, uh, is uiteindelijk de vermogensongelijkheid uh, minder groot dan die lijkt op eerste, uh, op eerste gezicht. Wat voor rank ranking zit je dan ongeveer te denken? Die doorrekening heb ik niet gemaakt en is ook lastig te maken... ...omdat je dan echt de diepte in moet... ...want ook andere landen hebben pensioenstelsels... ...dus dan moet je het bij iedereen meerekenen. Maar ik durf daar niet een uitspraak over te doen. Maar het is zeker waar, door onverschillende redenen... ...heeft Nederland een vrij grote vermogensongelijkheid. Fiscale behandeling het eigen huis is daar ook een factor in... Uh, en uiteindelijk ook uh, de, de behandeling van directeuren en grote aandeelhouders in de, in de belastingregels. De box 2, de bekende pretbox, wordt hij ook wel genoemd voor, voor mensen met een eigen bedrijf. Ja, zorgt ervoor dat het aantrekkelijk is om daar relatief laag belast veel vermogen in aan te houden. En dat gebeurt ook. Rekenen jullie dat, dat gedeelte ook door? Nou, niet specifiek nu bij deze doorrekening. maar we hebben daar wel uh, onderzoek uh, naar gedaan. Uh, en daaruit uh, komt wel naar voort, uit voort dat die, die vermogensongelijkheid groot is. En, en ook nog wel wat groter op dit punt dan eerder, uh, eerder gedacht. Hij, er bleek vrij veel, uh, nog extra, vrij veel extra vermogen nog in die box 2-BV's uh, uh, te staan. Ja, en dus. dus die ja, ja, precies. Ja. Ja. Oké. Okay ja, um, nou, volgens mij hebben we nu het een Ik beetje... Ik wil okay. nog één keer vragen, uh, vragen van... nu kick 21 is geweest... Gaat over, nou, over twee jaar gaat u weer verder met het volgende kick maken... zijn er dingen die u zegt... oké, okay, dan moeten we nu echt anders gaan doen voor de volgende... Meer, meer thuiswerken, zoals u zei dat het best goed werkte. Of wat meer technisch? Ja, nou, ik denk dat we in ieder geval qua werkwijze heel veel gaan kopiëren van hoe het deze keer uh, ging. Want dat is ons, uh, ons goed bevallen. Nou, we zullen sowieso zien hoe het straks weer gaat als we allemaal weer uh, naar, uh, naar kantoor uh, mogen. Ja, verder gaan we dit uitgebreid evalueren. Ook met politieke partijen in, uh, in gesprek. Um, voor mijn eigen gevoel zit de meerwaarde van KIK toch vooral in het concretiseren van de keuzes die politieke partijen eh, maken. En misschien wat minder in de precieze effecten op de, op de lange termijn. Dus we hebben al nu keuzes gemaakt in eh, de presentatie. Dus we hebben veel meer kwalitatief die vergelijking gemaakt tussen partijen als het gaat om eh, inkomensgelijkheid, eh, om structurele werkgelegenheid, om een lasten voor toekomstige generaties. Uh, en toch zie je dat daar nog, nou ja, ook in het debat, nog vrij veel uh, exacte waarde aan wordt, uh, wordt gehecht. En, en ik zou daar toch eigenlijk een beetje van los willen komen. Ook veel, veel meer samen met de andere planbureaus. Nog een soort brede welvaartsperspectief op die lange termijn. Zodat je wel iets kan zeggen over die investeringen in onderwijs. Uh, nou, klimaat wordt al doorgerekend. Uh, maar er is nog veel meer. Hè. Dus, dus ook sociale cohesie zou natuurlijk mooi zijn als we daar iets over, uh, over konden zeggen. Dat is allemaal heel lastig. En desondanks wil ik nadenken over hoe we een completer beeld zouden kunnen schetsen. Zodat er iets minder ja, alleen maar uh, schijnprecisie aan die economische doorrekening wordt, uh, wordt gehecht. En tegelijkertijd behouden waar die waarde wel zit uh, in de doorrekening op korte termijn. Het inzichtelijk maken van de keuzes die, uh, die partijen hebben. En uh, uh, nou ja, daar uh, ook de vergelijking van uh, presenteren. Want ja, het financieel-economisch is echt één dimensie. Ja, en ja. zeg u ook van kijk nou Kijk Kijk breed, en kijk het, ja, breed. breed. Uh, ja. En ja. u wilt dat liever aankomende verkiezingen integraler hebben geregeld? Ja, met uh, alle beperkingen die daar ook, uh, ook bij zijn. Hè. Want uh, uiteindelijk uh, ja, moet het ook wel mogelijk zijn om dat, uh, om dat door te rekenen. En, en voor een deel zal dat dus ongetwijfeld een kwalitatiever weging zijn dan wat we nu, uh, nu hebben gedaan. Maar ja, het is, uh, het is heel mooi werk om te doen. Dat, uh, dat wil ik er wel bij zeggen. Ik zit zelf een jaar bij het, uh, bij het CPB En uh, nou, ik viel me met mijn neus in de boter, uh, uh, zeg maar. <laughs> en wellicht zijn er onder de kijkers ook mensen die in de toekomst. Uh, nou ja, uh, een tijdje bij het ZBB zouden willen werken. Ja, je en, uh, toch? We hebben stageplekken ja. uh, altijd. Uh, dus uh, goede mensen, uh, vooral natuurlijk met, met economische of, of kwantitatieve achtergrond, zijn, uh, zijn altijd welkom. Uh. Uh, en we werven ook uh, uh, actief. Uh, vorig jaar waren we de beste werkgever binnen de overheid. Dus, uh, <laughs> dus uh, we kunnen altijd goede mensen gebruiken. Super. Um... Ook oh, nog één laatste vraag. Ja. Uh, bij alle lijsttrekkers hebben we gevraagd uh, hoeveel zetels we willen denk ze willen in de Tweede Kamerverkiezing uh, gaan bemachtigen. Een Schatting, en als je het vers vanaf zit, krijg je een gebrek aan zelfkennis award. Nou, u bent niet verkiesbaar. Nee, maar ik niet. Het, de, de mate van uh, partijen die meedoen met de KIK, variëren nog wel eens. Hoeveel denkt u dat die vol over vier jaar mee gaan doen? Een schatting. Ah, nou, als ik de peilingen mag geloven, gaan er meerdere partijen in, in de kamer komen en uh, de ervaring leert dat er dan natuurlijk meer met Kick meedoen. Dus ik denk twaalf. 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 Twee extra partijen erin volgens mij. Ja, dus ja 10. er waren tien. Twaalf en Oké. Dus degenen die er nu in, <coughs> degenen die er nu in zitten, gaan volgend jaar volgende keer niet meedoen. Alsnog. De, degene die nu zijn afgehaakt. Ja, dat ja. Zullen, we, zullen we gaan zien. De ervaring leert toch ook dat. Hè, dus 50Plus zat vorig jaar ook in de Kamer, deed toen niet mee. Eh, heeft nu wel meegedaan. Mm -hmm. uh, dus vaak moeten partijen ook even wennen aan, uh, aan het idee van meedoen met die doorrekeningen. En in de praktijk leert dat heel veel partijen daar dan uiteindelijk toch voor kiezen. Oké, okay. dankjewel. Ontzettend uh, fijn dat u hier vandaag uh, tijd voor ons wou maken. En ons iets kon vertellen over het CPB en de doorrekeningen. Uh, dat was hem. Dankjewel. Graag gedaan.